In tegenwoordigheid van meer dan 1000 genodigden, onder wie de minister van Landbouw en Visserij, meester Marijnen, en de oud-minister-president, professor Beel, opende prinses Beatrix de Floriade door het in beweging stellen van een grote zandloper, die bij de ingang van het terrein zal worden geplaatst als symbool van de wenteling der tijden en van de historie. Hare Koninklijke Hoogheid wandelde vervolgens door de schitterend aangelegde parken en tuinen naar de Euromast, de 115 meter hoge betonnen paal die het terrein domineert. Staande op de top heeft men een prachtig uitzicht over stad, haven en wijde omgeving van Rotterdam en over de Floriade. Ondanks het minder fraaie weer genoot de prinses zichtbaar van het unieke panorama. Ook op andere wijze kan men de Floriade in vogelvlucht bewonderen. Namelijk uit een der gondels van de kabelbaan die het tentoonstellingsterrein door de lucht verbindt met de Ahoyhal. Ook deze is een onderdeel van de expositie. Hierin zullen in de komende maanden telkens andere gewassen te pronk staan voor de 3 tot 5 miljoen bezoekers die de organisatoren op deze indrukwekkende tuinbouwtentoonstelling verwachten. De bezoekers die zich in het Reuzenrad hoog boven de Floriade in Amsterdam laten uittillen, kunnen onder andere een blik werpen op de flatgebouwen die in deze buurt het gezicht van het nieuwe Amsterdam in belangrijke mate bepalen. Deze massieve woonblokken zijn niet de meest ideale speelplaatsen voor kinderen. Integendeel. Ook in deze wijken zijn er voor het grote stadskind in dat opzicht weinig mogelijkheden. Wat er gedaan zou kunnen worden en wat er hier en daar ook al gebeurt, laat de manifestatie Kind en Leefmilieu zien, die op het terrein van de Floriade is ondergebracht en die onder andere een beeld geeft van de ontwikkeling van speelvoorzieningen voor kinderen. Prinses Beatrix en prins Klaus lieten hun kinderen hier op de openingsdag ook spelen. Al voelde Willem-Alexander, in tegenstelling tot zijn jongste broertje, bijzonder weinig voor de glijbaan. De drie speelkuilen op de Floriade zijn in de eerste plaats bestemd voor de kinderen van de bezoekers. Maar het is zeker ook de bedoeling dat de ouders zelf hier leren wat er in eigen dorp of stad, soms met weinig geld en eenvoudige middelen, voor de jeugd gedaan kan worden. Grote plastic luchtkussens bijvoorbeeld zijn speelmaterialen waarop de kinderen zich heerlijk kunnen uitleven. De manifestatie op de Floriade, die tot 15 augustus duurt, vestigt op originele wijze de aandacht op het vaak ontbreken van aandacht bij de volwassenen voor het kind en zijn leefmilieu. De Floriade in Amsterdam loopt als een trein. Al bijna 3 miljoen bezoekers liepen, reden of zweefden over het grote terrein aan de Amstel met zijn schitterend aangelegde tuinen en bos- en waterpartijen. Sedert de opening eind maart hebben telkens bepaalde bloemsoorten bijzonder in de belangstelling gestaan. In de laatste tijd ging de aandacht speciaal uit naar de vele rozenvariëteiten in het rosarium. De Floriade, de grootste tuinbouwtentoonstelling die ooit in de wereld is gehouden, bestaat een oppervlakte van maar liefst 700.000 vierkante meter. De expositie blijft geopend tot 1 oktober en de organisatoren verwachten dat dan ongeveer 5 miljoen mensen van de internationale bloemenpracht genoten zullen hebben.
De Floriade groeit. Al vanaf maart 1986 zijn honderden mensen bezig met een metamorfose van het Zuid-Hollandse weidelandschap. In totaal is 400.000 kubieke meter grond verplaatst en staan er inmiddels zo'n 4500 bomen en 70.000 heesters op het Floriadeterrein. Er is nog veel werk te verzetten voordat op 10 april de poorten voor het publiek geopend kunnen worden. De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 1992 belooft het internationaal spektakel te worden. Meer dan 200 organisaties bouwen aan hun eigen inzendingen, variërend van enkele informatiepanelen tot miljoenen projecten, zoals het Ecodroom van het ministerie van Vrom. In dit milieupaviljoen dat als thema heeft een beter milieu begint bij jezelf, kan het publiek ervaren wat men kan doen om de natuurlijke leefomgeving te sparen. Of het Floriade kinderparadijs waar kinderen van elke leeftijd de hele dag kunnen spelen. In het stiltecentrum, een ruimte voor overdenking en meditatie van de Nederlandse kerken, is de stilte nu nog ver te zoeken. Om het 93 hectare grote terrein te doorkruisen zijn er verschillende vervoersmogelijkheden. Natuurlijk kan men te voet. Maar ook met de antieke Haagse tram of de supermoderne monorail komt men overal. De Floriade is trouwens uitstekend te bereiken met de trein. En dan zie je daar zomaar ineens een trein tussen de zandhopen, alsof hij een foutje heeft gemaakt. Maar in werkelijkheid zal hij tijdens de Floriade als informatiecentrum voor de spoorwegendienst gaan doen. Wist u overigens dat er 60.000 tegels en 1,75 miljoen betonstraatstenen op het Floriadeterrein liggen? Dat is berekend door een groep ontwerpers en tekenaars onder leiding van de hoofdontwerpers Michiel den Ruiter en Geert Koning. En reken maar dat alles klopt. Miniatuurmodellen en beelden uit de computer geven er een indruk van hoe de grootste wereldwondertuin eruit moet gaan zien. Een wonder, dat is het zeker. Want zo'n kleine computer geeft al een duidelijk beeld van wat de ontwerper voor ogen moet hebben gehad. Voordat de winter van 1992 begint, moet er nog veel gebeuren. Naast de vele bedrijven worden er ook honderden vrijwilligers ingeschakeld om bijvoorbeeld deze vetplantenkas, waar geen verwarming aanwezig is, voor de vorst klaar te maken voor de plantjes. In deze kas komt een van de meest complete en grootste tentoonstellingen van vetplanten die ooit in ons land te zien is geweest. En ook al kunnen machines nog zoveel, hier is het allemaal handwerk. Mensenhanden zijn echte wonderinstrumenten met oneindig veel mogelijkheden. Krijg je 2 miljoen bloembollen in de grond. Dat is een heel precies werkje dat nog steeds met de hand moet gebeuren. In september 1991 kon men dan ook zo'n 100 vrijwilligers op hun knieën in het veld zien zitten. Hun inspanning zal in het voorjaar beloond worden met een spectaculair tulpenveld. De schitterende kleurenpracht van het park en de grote verscheidenheid in aanleg staan garant voor een prachtige zomer. Voor een zo groot mogelijke duidelijkheid is de Floriade onderverdeeld in 7 themagebieden die alle aspecten van de tuinbouw en alles wat daarmee samenhangt op verrassende wijze in beeld brengen.
In een van deze themagebieden, de wereld, verzorgen 30 landen hun eigen buitenpresentatie. Bezoekers kunnen in dit gebied kennis maken met een groot aantal buitenlandse gewassen, gewoonten en culturen. Zoals de Engelse rozentuinen en de Japanse rotstuinen, die straks compleet met bonsaiboompjes en theepaviljoen een heel oosterse sfeer zal oproepen. De Japanse tuin wordt aangelegd door Japanse mensen met oorspronkelijke Japanse bouwmaterialen en stenen van dichterbij, de Ardennen. Ze zijn er druk mee, maar vinden het leuk om eens ver van huis een tuin aan te leggen. Drie seizoenen lang kan de bezoeker genieten van de Floriade. Lente, zomer en herfst, ieder met zijn eigen charme. Maar ook de winter geeft hier sprookjesachtige beelden. Een Hollandser beeld bestaat niet. De ruiten van de kassen zijn bevroren. Een tot de verbeelding sprekende illustratie van de winterse Floriade. Winterser kan het niet. Ijsbloemen op het glas van een kas. In het vroege voorjaar van 1992 is dat verleden tijd. Dan wordt in de ultramoderne kassen de kachel aangezet. Een energiezuinig verwarmingssysteem. Want op de hele Floriade laat men zien hoe de mens op een positieve manier met het milieu bezig kan zijn. Deze verwarmingsketel is in staat om de gehele bloemenkas en de tegenoverliggende groentekas op een constante temperatuur te houden. Om te voorkomen dat voedingsstoffen onnodig verspild worden en in het grondwater terechtkomen, worden de planten hier geteeld in een gesloten systeem. Voedingsstoffen worden via een drain bij de plantjes gedruppeld, waarna ze in de teeltbakken worden opgevangen en naar een computer afgevoerd. Deze kan precies berekenen hoeveel voedingsstoffen er nog in het water zitten. Zo laat de Floriade straks zien hoe er tegenwoordig geteeld wordt en hoe men steeds meer kan produceren en tegelijkertijd steeds minder de grond vervuilen. Straks in de zomer kan het publiek genieten van al het schoons dat de Nederlandse tuinbouw te bieden heeft. Dan lopen de miljoenen bezoekers dagelijks langs de kleurrijke velden en bewonderen de bloemen- en groentepracht. Vanaf april zal de Floriade volop bloeien.